Aan het begin van een ontwerpproject krijg je vaak een opdracht waarvan je nog niet zo goed weet wat precies de details zijn. Er is altijd heel veel onduidelijk nog. Heel veel kennis die je nog moet verzamelen, heel veel details van de opdracht die nog niet duidelijk zijn. De opdracht aan het begin van een ontwerpproces is altijd een beetje een grote wolk nog. Dus stap 1 in het ontwerpproces is om van die grote wollige opdracht maar eens een duidelijke omschrijving te maken. Een programma van eisen. Dat is vaak echt daadwerkelijk een lijstje. Dus je maakt een analyse van het onderwerp en een heldere definitie van het probleem. Nou, dan komt stap 2. Dan ga je de breedte in. Op kijken op welke manieren je dat allemaal zou kunnen oplossen. Welke oplossingsmechanismen zijn er allemaal voor? Welke bestaande, welke die je kunt verzinnen? Wat zijn de mogelijkheden om dat probleem aan te pakken? Nou, een paar daarvan, de meest kansrijke, daar doe je dat binnen die richting nog een keertje. Dan ga je binnen die richting nog een keertje kijken van, goh, hoe zou dat eruit kunnen zien? Dat noemen we concepten ontwikkelen. Dan ga je echt een soort schetsontwerpje maken van de meest kansrijke richtingen. Vaak maken we er 3 in een ontwerpproces. En dan heb je 3 schetsontwerpen die niet tot op de millimeter uit zijn gewerkt, maar van je wel weet, die gaan het doen en waarvan je kunt inschatten wat de voor- en de nadelen zijn. Waarvan je kunt zien hoe goed ze gaan presteren. Hoe goed ze aan dat rijtje eisen gaan voldoen wat je daar hebt gedefinieerd. En dat kun je dan beoordelen. Nou, die is dan misschien heel aardig. Die is dan misschien wat minder, maar die is dan misschien heel goed. En die kies je dan om mee door te gaan. En doordat je dan een exploratiefase hebt gedaan, na de analysefase, weet je zeker, of heb je in ieder geval een basis om op te zeggen, dat er niet een betere optie is. Dat als aan het eind van de rit jij je ontwerp presenteert en iemand vraagt, maar had dat niet beter gekund door een ander materiaal toe te passen, door een ander mechanisme toe te passen, door het frame een andere vorm te geven, dan kun je laten zien, nee, dat hebben we eigenlijk allemaal bekeken en dan blijkt dat dat nadelen heeft en dat die als meest kansrijke uit de bus komen. Dus daarom hebben we die uitgewerkt. En dat is ook de volgende fase. Je gaat hem uitwerken. En dat is meestal nog een heel proces. Je moet allerlei nieuwe tekeningen maken, opties doen. Je komt nog achter problemen, dus het is een hoop geheen en weer. Je maakt dus een berekening, je maakt dus een modelletje. En je doet misschien nog eens een klein ontwerpprojectje om de details uit te werken. Dat is een heel proces. Maar dan ben je wel met 1 ontwerp bezig in het laatste stukje van het ontwerpproces. En wat daar dan uitkomt is een mooi ontwerp als het goed is. Maar niet alleen een ontwerp. We vinden het ook belangrijk dat we dingen weten over dat ontwerp. Dat het getest is. Dat het goed gedocumenteerd is. Dat je kunt zeggen met betrouwbare gegevens, zo gaat het presteren. Dus dat is het ontwerpproces als geheel. Je begint met een beetje wollige opdracht. Daar maak je een analyse van en schrijf je een duidelijk programma van eisen. Een opdracht voor jezelf waar geen onduidelijkheden meer in zitten. Dat kan ook, is ook een soort contract met de opdrachtgevers. Dat willen we bereiken. Er is een exploratiefase waar je alle mogelijke manieren gaat verzinnen om dat te doen. Je ontwikkelt een paar van die richtingen tot een concept. Die ga je beoordelen om te besluiten welke van al die kluwen van mogelijkheden de meest kansrijke is. Die werk je tot in detail uit met berekeningen, met detailtekeningen, met tests. En de output van het ontwerpproces is dan niet alleen een ontwerp, maar een ontwerp dat getest is, waar we dingen over weten. Een ontwerp waar we kennis over hebben. Dat is het doel.